computerinfo. Het is weer donderdag en hoewel het hemelvaartsdag is, toch computerinfo. En heel veel mensen vragen me de laatste tijd, hoe gaat het met de beurs? Hoe gaat het met de Nasdaq? U weet dat dat is de Amerikaanse schermenbeurs waar heel veel technologiefondsen in zitten. Hoe gaat het met de beurs? Want ik heb voorspeld dat in april en mei de nieuwe technologiefondsen een forse klap zouden krijgen. Ik heb zelfs voorspeld dat er begin mei op het internetgebied een forse ramp zou komen. En dat is gebeurd in de vorm van het I love you virus. Toen heb ik gewaarschuwd en ik zei, kijk, de onmiddellijke reactie op de beurs was niet zo erg. Maar het signaal van dat I love you virus is toch wel heel ernstig. Het geeft namelijk aan dat intern dat internet toch niet zo vreselijk sterk is. Dat intern dat internet problemen heeft. Dat iemand die, en eigenlijk met niet zo vreselijk veel kennis van programmeren, gewoon op het niveau van Visual Basic, een programmaatje weet te schrijven waarmee die in je computer komt. En dat laten we tegenwoordig zelf toe, doordat we in internet e-mails attachments kunnen voegen die je gewoon opent. Maar erg veilig is dat internet niet. Nou zou je kunnen zeggen, nou ja goed, daar vinden ze wel weer wat op. En daar wordt ook druk aan gewerkt. Toch hebben we de afgelopen maand steeds meer signalen gekregen dat die virusdreiging heel serieus is. En dat die ook nog lang niet weg is. Dat heel veel mensen, ook u misschien, nog zo'n VSB-filetje met een virus van I love you of een variant ervan op uw systeem heeft zitten. U heeft dat wel niet geopend en zelfs de e-mail weggegooid, maar de attachment staat nog ergens op uw systeem. Dat betekent dat een of andere slimmeling die op een website een klein programmaatje zet, een Java-programmaatje of een ander programmaatje, wat u tersloops aanklikt bij het langskomen, dat hij daar een trigger kan inbouwen om bijvoorbeeld I love you of een ander virus weer te activeren. En dan gaat het hele spul weer lopen, want u heeft vast niet afgeleerd om die attachments niet meer toe te voegen. De echte experts weten dat je geen attachments moet openen. Maar er zijn zoveel mensen die attachments gebruiken om dingen te versturen, om plaatjes te versturen, om video's te versturen. Het is een hele mode geworden. Stuur iemand een elektronische postkaart, een elektronisch videootje. En hoe leuk. En hoe gevaarlijk dus. Het virus I love you was een signaal. En dat signaal heeft natuurlijk toch geleid, mensen zijn er zich langzaam bewust van geworden, tot een besef op de beurs voor de kwetsbaarheid van internet. De koersen zijn behoorlijk omlaag gegaan. Alleen zie je nu, zo eind mei, dat er een soort bodem is bereikt. Zo'n tussen 30% en 40% minder dan op het hoogste punt in begin maart. En daar zal het wel een tijdje blijven. Kan nog een 5% tot 10% zakken, maar dan is er wel een soort bodem. Wat wel aan de hand is, dat de zwakke New Economy fondsen veel meer verzwakt zijn dan de relatief sterke. Er zijn echte verliezers bij. Nou, en voordat we over die verliezers, zoals Baan, even gaan praten, toch even het computernieuws van de week. Hè? Intel heeft een snellere chip, 933 megahertz. 933 megahertz. Toen ik begon met computeren had je een 8 megahertz PC. En daarvoor had je 2 megahertz en 6 megahertz. Hele kleine huiscomputers, de Commodore 64, was geloof ik ook 8 megahertz. Maar je zat toch in een snelheid die 100 keer langzamer was dan wat we nu hebben. Van 8 naar 800 megahertz en nu naar 933. Intel is daar overigens geen alleenheerser meer. Eigenlijk waren ze een klein beetje ingehaald door AMD met een aantal nieuwe chips. Die deden ook 850 al en dan kon je dan weer een beetje oppeppen. Intel is nu naar 933, maar de verwachting is dat voor het eind van het jaar de 1 gigahertz chips verkrijgbaar zijn. Nou is dat voor u als gewone huistuin- en keukengebruiker natuurlijk niet zo vreselijk interessant. Want die nieuwe hele snelle chips vragen soms bijzondere moederborden. Dat is een probleem. Omdat ze niet meer die standaard sockets gebruiken. Die 370 sockets. Maar sockets die op een iets andere manier werken. Of zelfs slot 1 zoals de Pentium.
Wil je een heel snelle computer hebben, dan moet je ook een heel snel moederbord hebben. Dan moet de snelheid van de computer de snelheid van gegevensoverdracht op het moederbord eigenlijk aangepast worden aan de snelheid van de processor. Het heeft geen zin om een 50 megahertz moederbordje te gebruiken als je een 933 megahertz of zelfs een 1 gigahertz systeemklok hebt. Dan word je dus als het ware afgeremd. Dus het is eigenlijk, als u gewoon een computer wil hebben voor internet en simpele dingen, dan neem dan gewoon een 5600, misschien een 750 megahertz AMD. Er zijn zelfs Cirix chips als alternatief. Dat past beter bij de snelheid van het moederbord en is een stuk goedkoper. En de toepassingen waar je nou echt die snelheid voor nodig wil hebben, die zijn toch betrekkelijk zeldzaam. Tenzij u echt heel zwaar datawerk doet, of bijvoorbeeld video editing. Dat is nou zo'n toepassing waar je kunt zeggen, nou, daar heb je snelheid nodig. Maar daar heb je vooral harde schijfsnelheid nodig. Het is natuurlijk evident dat je, als je een videostream wil hebben van 2 tot 3 megabit per seconde. Het onderscheid tussen byte en bit is heel moeilijk. Voor transmissie praat je over megabits en over opslagcapaciteit praat je over megabytes. En dat is 8 keer zoveel. Maar goed, als je praat over een videobewerking, dan wil je in ieder geval een harde schijf hebben die zeg maar 3, 4, 5 megabits per seconde aan kan. Daar moet weer alles bij passen. Daar moet dus ook weer een snelle processor zijn, maar ook vooral een snelle videokaart. Kortom, als je videobewerkingen gaat doen, en dan praten we over de DV300 van Miro bijvoorbeeld, DV Master van Fast. Er is een nieuwe DV1000 uit, DV500 van Miro. Komo, er zijn een aantal van dat soort toepassingen. Allemaal video editing kaarten met een eigen compressorchip. En dat maakt het weer problematisch, want dat betekent dat wat je ermee maakt, de AVI's, de videofiles, dat die weer net anders zijn dan van een ander op zijn machine. Wat dat betreft is QuickTime een betere standaard, maar die is wel weer vrij groot. De compressierate is niet zo fantastisch. Als je namelijk bijvoorbeeld van een camera zoals wij gebruiken, die werken met 25 megabits per seconde datastream. 25 megabits per seconde datastream voor het volledige signaal. En dat is dan al samengepakt. Als je daarmee wilt gaan werken, dan heb je dus enorme opslaghoeveelheden nodig. Dus wat gebeurt er? Men pakt het samen, dan krijg je die MPEG 2, MPEG 3, MJPEG compressie algoritmes. Nou, voor de gewone gebruiker dus allemaal niet van belang. Als u een hele snelle computer gaat kopen, dan moet u wel weten wat u ermee gaat doen. Dus videobewerking of natuurlijk voor de echt enthousiast de spelletjes. Daar is overigens het videogeheugen nog bijna net zo belangrijk als het gewone geheugen. Want dat videogeheugen maakt dat je al die mooie effecten op het beeld ziet. Het is dus een speeltje voor de specialist. Voor mensen die videospelletjes bekijken, maar ook voor de mensen die ze ontwikkelen. En dus veel moeten renderen. Dat wil zeggen, al die bewerkingen moeten doen om een beeldje goed op de computer te krijgen. Snellere chips zijn er dus. En ze worden nog steeds sneller. Gaat dat nog door? Ja, 3 jaar geleden zeiden ze, nou is de fysieke grens wel bereikt. Nu kunnen we niet smaller etsen. Nou, ondertussen loopt dat allemaal weer door. Wel met problemen, moeten we zeggen. Want het is bekend dat Intel problemen heeft gehad met de levering. Er zat te veel uitval in hun chips. Er waren kleine probleempjes. En het wordt allemaal heel, heel minuscuul. En ja, wat dat betreft ook minder betrouwbaar als je het wordt verwarmd. Hele dunne lijntjes, want een chip bestaat uit hele dunne lijntjes op plakjes silicium. Lijntjes van een kleine verontreiniging die erin geëtst worden. En hoe kleiner die lijntjes zijn, en dat weet u misschien nog uit de natuurkunde, V is iemand R, de weerstand en dat soort zaken. Hoe kleiner de lijntjes zijn, hoe hoger de weerstand en hoe warmer de chip wordt. En als die te warm wordt, dan krijg je problemen, want dan kook je de zaak als het ware op. Dan gaan er weer elektronen verspringen van het ene lijntje naar het andere lijntje. Nou, dan gaat het mis. Dus de kwaliteitsbewaking van die chips is erg belangrijk. Hoe sneller ze worden ze, hoe heter ze worden. En dat is een probleem. Wat dat betreft wil je dus een ontzettend betrouwbare computer hebben, dan is een niet zo snelle chip misschien zelfs een betere oplossing. De chips, ze worden sneller. Worden de bedrijven ook sneller? Nou, als u aandelen heeft gehad in Baan, 1,5 jaar geleden, 43 euro geloof ik, en nu gaan ze weg op 2A3 naar dat Engelse bedrijf. Dan heeft u zich natuurlijk wel eens afgevraagd, waarom ik?
Laten we dat eens in een breder kader zien. Baan is bijna failliet, was het. Het wordt nu verkocht. Ik noem het een millennium slachtoffer. Want Baan heeft heel duidelijk de leiding gehad van het feit dat een jaar voordat het millennium er kwam, de grote bedrijven zeiden, wij gaan geen nieuwe investeringen doen in software. We gaan de oude software wel aanpassen, maar we gaan niet meer groots over op een nieuw systeem. En Baan zat nou net in die markt van het omschakelen op electronic resource programs. Productiviteitssoftware, procesbeheersing, complexe organisaties die software nodig hadden om een hele proces te begeleiden. Electronic resource planning. SAP is een ander voorbeeld daarvan. En die markt is eigenlijk een beetje ingestort vanwege dat jaar 2000 probleem, die bug. Men was bang. Nou, Baan ging slecht, SAP ging ook een beetje slechter. SAP heeft nog overleefd, maar als u nou bijvoorbeeld Sony zou vragen van, bent u tevreden met uw SAP software? Nou, dan moet u maar eens bij ze langs gaan. Die kunnen al maanden niet direct vanuit de computer bestellingen accepteren, want het moet via een nieuw geïnstalleerd SAP programma en dat werkt helemaal niet goed. En dat betekent allerlei problemen. En zegt u, meneer Zalen, hoe weet u dat nou weer? Ja, wij hebben nogal veel Sony-spullen en dan kom je daarachter. Al was het maar omdat blijkt dat in dat hele proces van overgaan op zo'n nieuwe software, bijvoorbeeld ook de administratie van de garanties op de camera's en op de spullen in de soep is gelopen. Dat merk je als gewone gebruiker niet, totdat je op een gegeven moment naar Sony gaat en zegt, mijn camera is kapot of heeft service nodig. Kunt u dat even doen? En dan krijg je een rekening. En zeg je, ja, maar ik had een contract. Ja, sorry, maar dat is dan misgegaan. Dat lijkt een kleinigheidje. Maar als er natuurlijk veel van die kleinigheidjes in een bedrijf zoals Sony optreden, dan gaat de organisatie wel in paniek raken. Want in mijn geval bijvoorbeeld ging het om een behoorlijk aantal spullen en blijken er meer dan de helft van de servicecontracten niet goed geadministreerd te zijn. Godzijdank konden wij dat aan de hand van betaalde facturen en zo aantonen. Maar je zult maar als gewone gebruiker de rekening weggegooid hebben. En dan zit je ermee. Heel kwalijk en dus mede gevolg van zo'n overgang op andere systemen. Van geïsoleerde software toepassingen. Want ik neem aan dat ze in het verleden voor zoiets als zo'n garantieservice organisatie. Gewoon een apart computertje hadden, namen erin, nummertjes erin. Maar dat werkte dus in het verleden wel goed, maar er is iets misgegaan. Misschien omdat de mevrouw of de meneer die daarmee bezig was een beetje overwerkt is geraakt. Misschien omdat de aansluiting aan SAP niet werkt. Daar kan ik geen oordeel over geven. Het is alleen zo dat een bedrijf als Sony, die het toch moet hebben van zijn goede naam voor service en voor zijn spullen, die naam te grabbel gooit door zijn garantiecontracten eigenlijk ja, zo slordig, zo rommelig af te handelen. Maar dat slaat natuurlijk ook terug op zo'n bedrijf als SAP. Want die hebben overal van dat soort systemen geïnstalleerd. En die hebben overal problemen gehad. Omdat hun software ook eigenlijk vanwege dat millennium probleem sneller klaar moest. Het moest toen weer aangepast worden. Want niemand had er natuurlijk jaren van tevoren aan gedacht dat het ook allemaal millennium beslissend moest zijn. Kortom, ook bij SAP ontstond paniek. Ook bij Baan ontstond paniek. SAP heeft het overleefd. Maar Baan is over. Verkocht aan een Engelse softwaregigant. Tenminste, als het allemaal doorgaat. Want nu is er weer speculatie en er is weer voorkennis en mensen die weer van wisten. U weet hoe het gaat. De beurs is wat dat betreft nog steeds een rommeltje. Het lijkt wel alsof ze van World Online niks geleerd hebben. Alsof het gerommel in kennis, in voorkennis, in aandelen maar door kan gaan. Ik vraag me wel eens af of die Dokters van Leven wel wat doet. Ik heb al een paar keer een klacht ingediend bij de stichting Toezicht Effectenwezen en er gebeurt nooit wat. Nou, hoeven ze dat mij ook niet te vertellen als ik een klacht indien, omdat ik toevallig iets in de gaten heb. Maar het is wel opvallend dat dat allemaal maar weg wordt geschoven. Zijn die mensen daar niet capabel of zitten ze ook in het spiel? Want u moet wel beseffen, als u op de beurs speculeert, en laten we het maar even speculeren noemen, want u wilt toch geld verdienen aan risico's. Als u geen risico's wilt lopen, koop dan staatsobligaties of heel veilige dingen. Of zet het gewoon bij de bank weg. Wel een bank die betrouwbaar is. En nou, dat is geloof ik in het geval van ABN AMRO tegenwoordig ook wel erg twijfelachtig. Daar is nu weer een nieuwe directeur die de zaak weer eens gaat opsplitsen. Nee, banken zijn ook niet erg betrouwbaar. Maar goed, als u als speculant lekker in de nieuwe technology fondsen zit, dan wilt u er toch redelijk zeker van zijn dat er geen
slimme spelletjes gespeeld worden. Dat er geen voorkennis is. En ik zie als journalist heel vaak dat er wel kennis is, maar dat die bijvoorbeeld door de media zelf wordt gemanipuleerd. Dat de mensen via een financiële kolom een klein beetje de markt beïnvloeden. Dat mensen die een voorbeeldportefeuille in een of ander blad hebben, daar zelf in speculeren, maar wel voordat de voorbeeldportefeuille wordt gepubliceerd. En als je dat dan vraagt aan de uitgever, zegt iedereen, ach ja, maar hoe moet je anders je geld verdienen? Van dat salaris als journalist kun je toch niet werken? Een wijdverbreide misstand. Overigens, ik speculeer niet. Ik heb niet gespeculeerd en ik zal niet speculeren, want ik praat over de markt. Dan moet je daar dus buiten blijven. Afgelopen jaar heb ik één ding gedaan, heb ik ook aan iedereen verteld. Ik heb flink wat gouden muntjes gekocht vanwege het millenniumprobleem. Uit bezorgdheid, vanwege de veiligheid. En vanwege de dollarkoers heb ik daar nog aardig aan verdiend ook. Laat ik daar eerlijk in zijn. Maar in principe vind ik dat je als journalist niet moet speculeren. En toch gebeurt dat. En er wordt gerommeld met informatie. Als ik een journalist van grote kranten bel en ze vertel dat er dit of dat fonds dat en dat mee aan de hand is, dan gebeurt er niks. Ik zie de koers wel een paar dagen lang zakken. En pas dan komt het naar buiten. Dat is kwalijk, want het zijn uw centen. Laten we eens even teruggaan naar baan, uw centen. Ja, zegt u, ach, ik heb helemaal niet gespeculeerd in baan en je bent zo wel zot om daarin te geloven. Ja, maar op het toppunt van de macht van baan was het bedrijf wel 15 tot 20 miljard waard. Dat is een heleboel geld. Het was gewoon 43 euro per aandeel, nu zitten 2 guld per euro. Als ik even zou kijken naar wat er gisteren in de krant stond, dat het voor 1,6 miljard verkocht wordt, dan zou het dus 30 miljard waard zijn geweest. 30 miljard. Weet u hoeveel dat is? Ja, dat zijn het soort bedragen waar bedrijven voor verkocht worden, maar weet u hoeveel dat is? Als we nou met 15 miljoen Nederlanders zijn, is dat 2000 gulden voor iedere Nederlander. Van de wieg tot het graf. 30 miljard gulden is 2000 gulden. Dat is een enorme klap. Als u dat vergelijkt met bijvoorbeeld de hele rijksbegroting van iets van 380 miljard. Is dat tussen de 7% en 10% van die rijksbegroting. Dat geld is nu, met een klein restje voor dat Engelse bedrijf en wat aandeelhouders, is verdwenen. Gewoon weg. Toch zullen er mensen geweest zijn die zichzelf rijk gerekend hebben. Die met aandelen in baan op het toppunt van de markt, daar bijvoorbeeld geld voor geleend hebben, hypotheken voor hebben afgesloten, of het geld hebben gebruikt om andere dingen te kopen, in de zekerheid dat ze rijk waren. Maar dat is dus verdwenen. Dat zijn enorme happen uit de economie. Wat dat betreft was dus het probleem van World Online vergelijkbaar. Enorme klappen waardes die verdwijnen. Nou was het in het geval van World Online, ging het maar om een relatief klein gedeelte van de aandelen wat verkocht is. Maar bij baan is het bezit van baan verdeeld over heel veel mensen. De stichters hadden nog iets van 8%, wat kleinere partijen hadden 4-5%, 2-3%. Maar het ging dus niet op 80-90% verlies voor de gebroeders baan. De maatschappij, u, uw pensioenfonds, uw bank, uw buren, uw leverancier of uw klant heeft dat verlies geleden. En dus u. Want als uw klant minder geld heeft en dus minder dingen koopt, heeft u een probleem. Als uw buurman minder geld heeft en zijn huis niet meer opschildert en daardoor de waarde van de buurt vermindert, heeft u een probleem. Als de overheid, en het was natuurlijk bekend dat de afgelopen jaren door de overheid op grove schaal is gespeculeerd. Als de overheid dus ook verloren heeft aan zo'n aandeel baan, waar is dat gebleven? In Amsterdam zou het nu per 1 juni zo moeten zijn dat de Amsterdamse politie niet meer speculeert. Maar ik heb al eerder die vraag gesteld en die is niet opgepakt door de politiek. Van hoe zit dat nou met die Amsterdamse politie? Wat hebben ze nou in de afgelopen maand verloren? Dat soort vragen zou de politiek moeten stellen. Maar kan de politiek die aan zichzelf stellen?
Bijvoorbeeld in het geval van Provinciale Staten in Zuid-Holland bleek dat mevrouw Leemhuis is daarvoor moeten vertrekken, dat de politiek zelf verantwoordelijk was voor dat soort zaken. Ook in Noord-Holland is er grof gespeculeerd. Ook in Noord-Holland stelt de politiek niet de juiste vragen. Bijvoorbeeld, en dan komen we toch weer eventjes op gewoon de computerzaken. Anderhalf jaar geleden heeft Provinciale Staten van Noord-Holland 30 miljoen uitgetrokken om 1000 computers, klein 1000 computers, te upgraden naar Windows NT. Nou, dat klinkt heel goed en dat is zonder verder gemoord door de politiek geaccordeerd. Maar ik heb daar wat vragen bij gesteld. Want ik weet toevallig dat de licentie voor 1000 Windows NT dingen kost iets van $275.000. Half miljoen, laat 6 ton zijn, laat er wat mensen aan verdienen. Laat er nog eens een beetje geheugen bijgezet moeten worden. Wat even de vraag is, laten er wat serverlicenties bij moeten komen. Maar 30 miljoen. Daar is dus gewoon door een afdeling van de organisatie van de Provinciale Staten, het provinciehuis, is een term gebruikt, upgrade naar Windows NT, om eigenlijk 1000 computers aan razon van 3000 gulden per stuk. En dan kan je een hele aardige computer verkopen. En we nemen toch aan dat niet alle monitoren vervangen hoefden te worden en alle modems en alles toetsenborden. Maar er is gewoon dus op een beetje, en ik noem dat maar frauduleuze wijze, want de mensen die de beslissing moesten nemen, de politie wisten niet waar het over ging, is daar eventjes een compleet machinepark vervangen. Ik heb daar vragen over gesteld. En wat blijkt dan, en dat heb ik al eerder geconstateerd, dat wordt dan met de mantel de liefde bedekt. Dat wordt niet beantwoord. En dan blijkt dat zo'n organisatie als Provinciale Staten, en meneer Van Kemenade is daar de baas, vooral zijn eigen zonden wil bedekken. Vooral niet naar buiten laten komen dat dat soort dingen eigenlijk helemaal niet kloppen. Ja, is dat dan fraude? Is dat corruptie? Is dat de zaak dicht houden? Ik vind dat wel in schril contrast staan met wat er in Amsterdam weer is gebeurd. Waar wethouder Groen door een ijverige ambtenaar of door ijverige ex-collega's weer geconfronteerd is met een of ander feestje. Wat hij in ieder geval niet voor zichzelf gehouden heeft. Groen af en de VVD kan weer rustig doorgaan. De pottenkijker is weg. De man die van de binnenkant had gekeken en misschien ook dingen wist. De lastige Groen is weg. Is dat politiek? Ja, zo gaat het. Maar we gaan even terugkomen op dat geld. Baan dus, 20 miljard van uw geld uiteindelijk. Komt dat vaker voor? Ja, die 30 miljoen van Provinciale Staten is op zo'n manier gewoon ook uw geld. Laten we eens kijken naar wat er in Amsterdam verder gespeculeerd wordt. Het Oosten. Volgens wethouder Staten hebben ze 15.000 huizen. Maar het Oosten heeft ondertussen 30 miljoen gestopt in Oibibio. 5 miljoen verloren omdat er al een half jaar geen huur betaald is en het faillissement. En nu zit er, hoewel ze gezegd hadden dat er binnen 2 maanden of binnen een maand, dat zou dus al een maand geleden zijn, een huurder zou zijn, zit er gewoon anti-kraakwacht in. Die directeur van het Oosten is dus ook zo iemand die met uw geld aan de gang is gegaan. En dat gaan we weer even hard maken. Het gaat, naar mijn gevoel, dus tussen de 30 en 40 miljoen. 30 en 40 miljoen wat daar nu zonder opbrengst staat. Dan kun je zeggen, nou ja, ze kunnen het altijd wel voor een bedrag verkopen, maar het gaat toch om het feit dat een man met 30, 40 miljoen aan het rommelen is gegaan. Aan investeren is gegaan in een pand en aan speculeren is gegaan. Nou, als hij de minister van Financiën van Nederland was geweest, dan zou ik zeggen, nou, dat is maar een heel klein gedeelte. Maar nou kijken we even naar de feiten. 15.000 huizen, 15.000 huurders dus, 15.000 gezinshoofden. 30 miljoen, 40 miljoen. Dat is 2.000 tot 3.000 gulden per gezinshoofd. Even mee rekenen. 30 miljoen delen door 15.000. 2.000. Misschien 3.000 gulden per gezinshoofd. Als je dat over een jaar rekent, is dat 250 gulden huur. Naar mijn gevoel is de huuropbrengst van een gemiddelde woning van het Oosten misschien 500, 600 gulden. Het zou toch aardig zijn als u als huurder dit jaar maar de helft hoeft te betalen. Of, en wat gaat gebeuren, als u komend jaar hoort dat de huur toch wel een beetje omhoog gaat. Want die 200 gulden moet natuurlijk wel op een bepaalde manier terugverdiend worden. En ja, misschien valt het risico wel mee, maar eigenlijk is dit toch weer zo'n voorbeeld van iemand die aan het speculeren is geweest met een hele hoop geld. En als je dat omslaat over de huurders van het Oosten, dan schrik je je rot. Dan denk je 2.000, 3.000 gulden per huurder. Hoe zit dat? Wat doet die ledenraad van het Oosten eigenlijk? Wat doet
wethouder Stadig die zegt, ja, maar ik heb niks te maken met woningbouwverenigingen. Ja, zo gaat dat in de Nederlandse politiek. Ik hou me verre, want het is niet mijn... Dan moet er maar een staatssecretaris iets over zeggen. Nou, niemand zegt er wat over, dus ik zeg er wat over. Geld. Mensen willen graag weten wat er gaat gebeuren met de beurs. Nou, ik kan natuurlijk niet echt in de toekomst kijken. Ik kan alleen maar kijken wat er normaal gesproken te verwachten valt. Nou, we krijgen natuurlijk toch een zomer waarin de aandelen normaal gesproken allemaal wat rustiger manoeuvreren. Voor hype aandelen betekent dat dat ze wat verliezen en misschien in september light dat weer op. Gaan er nog belangrijke dingen gebeuren? Ja, ik vind dat het wegschuiven van Say Hello, want zo heet het eigenlijk, cello is Say Hello, zo was de bedoeling, toch wel een indicatie is. Dat was grof overvraagd. 13 tot 17 euro per aandeel, 40, 50.000 gulden per aansluiting. Absurd. En waarom? Nou, dan moet ik weer een technisch verhaal, dus hou je even vast. Het gaat natuurlijk weer om de bits en de bytes. Wat is nou het voordeel van Cello? Dat is breedband internet boven uw telefoonmodemtje van 56k. Of boven uw ISDN-lijntje van 64k. Dat is dat ze in theorie 1,5 of misschien zelfs 2 megabits per seconde over zo'n kabel kunnen sturen naar u. Nou, dat klinkt mooi. En als u dan ook geen telefoontikken hoeft te betalen, lijkt dat een fantastische deal waar u graag 60, 70, 80, 90 gulden voor wilt betalen. Maar wordt dat ook geleverd? In de praktijk blijkt al dat niet alleen Cello, maar ook alle andere kabelbedrijven gaan knijpen in de delivery van bits. Ze gaan de transmissierate een beetje afknijpen. Dat kunnen ze doen met allerlei filtertjes. Maar als u heel veel video zou gaan opvragen, dan knijpen ze uw levering van bits een beetje af. Dat blijkt in de praktijk dan tot 600, 700 kilobits per seconde te zijn. En als je nou mensen die heel veel internet vraagt, wat is nou je effectieve rate? Hè, dat kun je onder op je scherm zien. Wat je nou binnenkrijgt, dan zegt iemand, ja, ik zit nou wel op dat snelnet van, nou niet snel, sorry, dat snelle cellonet. Maar in de praktijk zie ik daar nog steeds langskomen 20, 30, 40 kilobits per seconde. Dat is nog heel snel, want op een normaal modempje valt dat wel eens terug tot 2 of 3. Het is dus vele malen sneller dan normaal internet. Maar het is echt niet die beloofde capaciteit van 700 kilobits per seconde of zelfs 1,5. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat de capaciteit van het pijpje eigenlijk maar heel beperkt is. Er moet over die kabel namelijk niet alleen internet, maar er moet ook nog telefonie. En er moet ook nog een verbinding voor zowel digitale als analoge televisie. Nou, digitale komt er de loop van dit jaar aan. Dat gaat weer een stuk capaciteit vreten. Er is dus per kabeltje eigenlijk niet voldoende capaciteit om al die Amsterdammers die dat zouden willen mee te laten doen. Dat is jammer. Het is ook niet een fundamenteel probleem, want je kunt gewoon dichter bij een set huizen, dus niet op 1 op 1000, maar 1 op 100 huizen, een computertje zetten die dat beter verdeelt. Dat zou de oplossing zijn. Meer abonnees, meer knooppunten, meer servertjes, meer verdeling. Maar daar zit hem nou juist het hele verhaal. Dat betekent dat een bedrijf als Cello voor meer abonnees en dus meer gebruik van zijn bandbreedte ook veel grotere investeringen moet gaan doen. En dat het bedrag wat nu gevraagd wordt, dat lijkt wel weer heel veel, een paar miljard. Maar is dat wel heel veel? Hoeveel heb je nodig? Hoeveel geld heb je nodig per aansluiting? Nou zou je kunnen zeggen, de waarde die Cello op dit moment geeft per aansluiting, 40, 50.000, dat was eerst zelfs 120.000 gulden, maar er zijn wat meer abonnees, dat zou ongeveer het bedrag moeten zijn wat ze geïnvesteerd hebben. Nou begrijpt u ook wel dat 50.000 gulden investeren voor een internetaansluiting en de kabel, dat wel erg veel is. Als dat in de orde van een paar duizend gulden ligt, lijkt me dat al veel. En dat is wat Cello dus doet. Ze vragen dus per aansluiting veel meer vanwege een soort machtsfactor in de markt. Naar mijn gevoel is het dat niet waard. En er was ook serieuze twijfel. En daar wordt nu weer, en dat is typisch voor UPC, er wordt nu weer gesproken met de nieuwe partner. Ze hebben de afgelopen tijd hebben ze met SBS6 zaken gedaan. Was op zich heel verstandig. Alleen was ook daar een denkfout, want ze dachten dat SBS content zou gaan leveren. Begrijpt u wel, programma's. Alleen SBS maakt helemaal geen content. Koopt alleen content in. Dus wat ze gekocht hadden was een inkooporganisatie voor content. SBS6 heeft heel weinig eigen content.
maakt weinig eigen programma's. Ze kopen het van Hilversum, ze kopen het van Aalsmeer, ze kopen het van allerlei producenten, IDTV, iedereen levert aan Cameo levert aan. Er zijn ontzettend veel organisaties die leveren aan SBS, maar ze hebben dus niks. En het hele probleem wat bij zo'n club als Cello zit, is wat zijn de rechten? Afgezien van de techniek, daar had ik het dus al even over, dat dat nog veel, veel meer geld gaat kosten voordat iedereen in Amsterdam bijvoorbeeld dat hele snel internet zou kunnen krijgen. Heel veel graven, heel veel kastjes in de straten, heel veel gedoe. Daar is een andere vraag. En dat is rechten. En uit eigen ervaring moeten zeggen, CLO begrijpt niet zo vreselijk veel van rechten. UPC begrijpt niet zoveel van rechten. Dat bewijs daarvoor is die SBS-deal. Maar ze begrijpen ook niet dat als ze zegt, nou maar de Lucy Show koopt. Die kun je voor $100 per uur ergens in Amerika inkopen. Die kun je op de televisie gooien, dan kun je oude Lucy Show's zien. Maar als je dat ding op het internet zet, ontstaat er een heel nieuwe situatie. Want daarvoor zijn de rechten nog niet bepaald, maar er zijn wel degelijk rechten. Het internet is niet rechtenvrij. UPC of de kijker moet dus betalen voor wat er over dat internet verstuurd gaat worden. Dat betekent dat als je content wil kopen, moet je daarvoor betalen. En dat kan wel eens heel duur zijn. En als je dat niet goed regelt, en dat hebben de Nederlandse kranten gemerkt, die hun verhalen op een gegeven moment op het internet gingen zetten. En toen kregen ze last met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en allerlei mensen die zeiden, hey, ik heb wel een verhaal geschreven voor de krant, maar u zet dat nu op het internet. Dat klopt niet, u moet mij betalen. Nou, er zijn behoorlijke rellen over geweest, er zijn uitspraken van de rechter en inderdaad, die moet daarvoor betalen. Het internet is geen rechtenvrije windhandel. Het internet is gewoon een herdistributie van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Zowel voor muziek, als tekst, als plaatjes, geldt dat allemaal. Er is wel veel zogenaamd public domain materiaal. Over dat kennen we in Nederland niet echt, maar goed, waar dus geen rechten op geclaimd worden. Maar voor de rest is die rechtenproblematiek echt heel belangrijk. Denk maar eens bijvoorbeeld aan het Nederlandse nieuws. Je zou denken, dat kan je dan leuk via het internet verspreiden. Nationaal bijvoorbeeld. Maar in het Nationaal zitten dan weer stukjes van CNN of van Reuters ingekocht materiaal. En CNN heeft dat niet verkocht voor herdistributie. En dat willen ze ook niet, want anders zou iemand in Tajikistan kunnen zeggen, hey, ik schakel even in op dat Amsterdamse Say Hello, Cello. Ik haal dat stukje televisie ervoor af en ik zend het hier uit als nieuws. Dag, dag, CNN. In concurrentie met CNN, die ook in Tajikistan misschien via satelliet uitzendt. Dus CNN zegt nee, nee, nee. Dat is een van de redenen waarom ook de NOB en de NOS een beetje huiverig zijn geworden voor die hele internet-televisie-business. Laat commerciële bedrijven dat maar doen. Die kunnen die rechte zaak goed afhandelen. Maar dat is dus een van de fundamentele problemen die daar zitten. Het internet is niet auteursrechtelijk vrij. Dat geldt voor de naam op het internet, dat geldt. Hè, de domeinnamen, dat blijkt nu toch ook weer dat je daar niet allemaal wildwestpiraterij op los kunt laten. Eigenlijk geldt in cyberspace gelden dezelfde wetten als gewoon in het normale leven, bij printmedia zoals we dat noemen. Er zijn rechten. En die moet je betalen of dat moet je regelen. Dat is nog niet goed geregeld. Het is met name de organisatie die daar eigenlijk voor zouden moeten zijn. Buma Stemra bijvoorbeeld doet daar heel weinig aan. Die roepen wat, je moet een tientje betalen als je muziek op je site zet. Maar verder doen ze niks. Dat is overigens ook een organisatie die wel van alle artiesten een behoorlijk percentage afneemt. Maar verder niet zo vreselijk veel doet. En ook heel weinig flexibel is om in te gaan op nieuwe ontwikkelingen. Typisch Nederland zou je haast zeggen. Naar de beurs gaan. Cello wil naar de beurs, heeft dat weer even uitgesteld. Ik denk dat ze het nog wel even verder zullen uitstellen, want het is niet zo'n goed klimaat op het moment. Van de week ging de Nasdaq plotseling 8% omhoog, maar toen weer wat omlaag. Wat gaat er gebeuren van de zomer? En daarvoor moet ik toch even wijzen op een andere invloed die langzamerhand duidelijk wordt. En waar ik ook maanden geleden al, en eigenlijk in mijn boekje de Bitbang al jaren geleden voor gewaarschuwd heb, en dat is die grote droogte, die enorme toename van de zonne-energie. Het wordt steeds duidelijker dat we een waanzinnig droge zomer krijgen. In Amerika zijn er al speciale federale commissies, een soort noodcommissies opgericht. We krijgen grote problemen. De laatste dagen na die warmte in mei heb ik gemerkt dat er veel meer muskieten zijn. Nou, is dat niet zo'n ramp? Je kan een muskietennet kopen. Maar als we dat allemaal zouden doen, zijn er gewoon niet genoeg muskietennetten. Je kan wat spul opsmeren. Maar het betekent in wat armere landen, en misschien ook in Nederland, dat die muskieten ziektes gaan overdragen. Iemand heeft wel eens gezegd, als de gemiddelde temperatuur met 3 graden stijgt, krijgen we weer malaria in Nederland.
Dat hebben we in het verleden ook gehad. Toen zijn heel veel sloten gedempt, is dat hele waterbeheer wat beter geworden. Maar als de temperatuur stijgt, komt dat weer terug. En dan praten we nog niet over botulisme, over de legionairsziekte die in allerlei stilstand water ontstaat. Hogere temperatuur kan heel veel gezondheidsrisico's met zich meebrengen. En ik heb al eerder gezegd, daar moet wat aan gedaan worden. Daar moet op lokaal niveau, een stad als Amsterdam, of op nationaal niveau, of misschien op Europees niveau, is wat aan gedaan worden. Men ontkent dat er een ramp aankomt. En die ramp komt er, ja, een paar muskieten. Dus niet zeuren, maar je zal maar in Finland wonen. Daar zijn die paar muskieten ondertussen miljarden muskieten geworden. En is dat een ernstige belemmering bijvoorbeeld voor toerisme? Ga van de zomer niet naar dat soort landen, want je wordt opgevreten. Als het echt warmer wordt, dan krijg je klimatologische veranderingen. De oogsten, ik hoef u het verhaal niet te vertellen. Het klimaat is, en dat is dus niet een klimatologische verandering, maar het is gewoon een gevolg van die verhoogde zonne-energie. Die we wisten en die ook wetenschappelijk is aangetoond. En het blijkt nog erger te zijn dan we dachten op basis van metingen door NASA. Die verandering in de zonnevlekactiviteit heeft invloed op de aarde. Regen in Mozambique, Eyre-Zorc in Australië stond onder water. We krijgen hele rare verschuivingen met hele grote problemen. Ik denk dat we deze zomer eerder op de effectenbeurs daar last van zullen krijgen. Dat er dus een dip komt in de oude fondsen. Omdat er gewoon een beetje een probleemsituatie gaat ontstaan. En hoe erg die wordt, dat weet ik niet. Er zijn mensen die zeggen dat de energie die het meest schadelijk is, nog niet eens de warmte is of de zonnestraling, maar de verandering van het magnetisch veld van de zon, wat invloed heeft op het aardmagnetisch veld. En dat zou dan weer hele diepe lagen van de oceaan beïnvloeden. En daar zou iets kunnen gebeuren wat al wel beschreven is. En dat is een verandering van de hele diepe stromen. Bijvoorbeeld in de Atlantische Oceaan zit een soort stroomspatroon. En dat heet de Atlantic Conveyor Belt. En dat draait rond en dat is de golfstroom. En er werd wel gezegd, als je dat 100 meter uit koers raakt, dan krijgen we een ijstijd. Nou, dat zijn de gevaren die er nu optreden. En dat heeft dus niks met de mens te maken en het feit dat we de ozonlaag en wat dan ook hebben aangetast. Nee, dit zijn dingen die vanuit de zon komen. Ernstige toename dit jaar, een 11-jarige cyclus, maar misschien zelfs een veel grotere cyclus van zonnevlekken. En daarvan mee van zonne-energie en daarmee van allerlei klimatologische beïnvloedingen. Hou u vast. En dat betekent dus ook dat de beurs deze zomer nog wel eens een paar klappen zou kunnen krijgen. En ik wil afsluiten met even nog te wijzen op weer nog wat plannen van bedrijven die ook naar de beurs willen, zoals Lost Boys. Die geven geloof ik elke 2 maanden een berichtje, we gaan naar de beurs. Nou is Lost Boys helemaal geen nieuw technology fonds. Lost Boys doet niks op het gebied van het verdiepen, het verhogen van de trefkans van ervaringen. Wat ze maken zijn websites. Voor Big Brother hebben ze die gemaakt. En ze maken wat computerspelletjes die nauwelijks succes hebben. Ze hebben dikke verhalen over hun technologie. En meneer Pieper, die een van die mensen die wel zijn zakken vult aan de nieuwe technologie, maar eigenlijk niks bijdraagt. Behalve dikke verhalen die direct terugvloeien in zijn eigen portemonnee. Meneer Pieper is daar president-commissaris, geloof ik. En die brengt dat dan allemaal als fantastische nieuwe technologie. Ik heb iets meer inzicht in wat er allemaal gebeurt. Ik praat met heel veel mensen uit de industrie en zeggen, nou, Lost Boys is gewoon een bodyshopper. Die hebben wat geld over en daarmee doen ze wat leuke dingen. Een soort Luxala die zijn geld verdient in de computerindustrie en daarnaast nog televisie maakt. Dat is heel leuk, maar is dat nou wereldschokkend? Nee. Het is gewoon leuk, lokaal. Houdt Luxala van de straat en een stuk of 30, 40 mensen met hem. Lost Boys, heb ik wel gezegd, zijn eigenlijk de loodzetters van de informatieindustrie. De mensen die zich bezighouden met het maken van websites en mensen die zich bezighouden met het bodyshoppen van talent. Dat is natuurlijk een hele riskante business, maar je kunt er wel goed aan verdienen. Als je alleen die verdiensten ziet als waarde voor de toekomst, dan ben je wel erg beperkt. Ik vind dus zo'n bedrijf als Lost Boys eigenlijk de sop niet waard. Als ze naar de beurs gaan, zou ik dan ook niet adviseren om zo'n aandeel te kopen. Ik denk dat dat bedrijf opgeklopte lucht is. Een bodyshop organisatie die je dus moet beoordelen in termen van een bodyshop organisaties. En die zijn er een aantal. Gewoon adviesbureaus die mensen uithuren. En daar kun je dus, zoals ik al zei, goed in verdienen. Maar daar ligt een andere economische grondslag onder dan een
internetbedrijf, een new technology bedrijf, wat het moet hebben van de trefkans van de ervaringen. Van in hoeverre ze helpen om mensen die ervaringen kopen. Dat kan een boek zijn, dat kan een diner zijn, dat kan een concert zijn, dat kan een stukje televisie zijn, te helpen om daar beter in te kiezen. Dat heeft waarde, dat is de kern van de nieuwe economie. En ik denk dat Lost Boys daar nauwelijks iets mee te maken heeft. Nou, tot zover computer info. Nogmaals, er zijn weer snellere computers. En dat is een verhaal wat ik bijna iedere week zou kunnen zeggen. Maar deze week dus 933 megahertz, als u het iets zegt. Tot volgende week.